Leon, wat leuk dat je even tijd voor ons maakt. Ja, natuurlijk. Zo vlak na je set. Natuurlijk. Je hebt onze bouwplaats afgesloten. Ja, we hebben de bouwplaats afgebroken, denk ik. Je hebt hem afgebroken, ja. Wat was het druk weer, hè? Nou, niet normaal. Nou, ik heb wel onwijs genoten van alle mensen die daar... Tot hoe ver ik kon kijken, was het handjes. Ja, ik ben een heel weekend hier geweest. En ik heb hier het podium niet zo druk gezien als tijdens jouw set. Hey, je staat daar te knallen, vol energie. Je straalt zoveel plezier uit. Waar komt dat vandaan? Komt dat uit je tenen? Of? Nou, het ding is, als ik hier zo op deze manier sta, dan merk ik wel dat ik op een bepaalde manier op mijn plek ben of zo. Kijk, het voelt een beetje alsof ik hier voor gemaakt ben wel. Ik zou niks liever willen doen dan hier staan en gewoon gas te geven met al die mensen. En dat is voor mij. Dit is voor mij. Dit was mijn droom. En dan leef ik mijn droom. Dus dit is ja, want je leeft denk ik in een droom. Want sinds een aantal jaar skyrocket. Jij eigenlijk zelf als DJ. Je staat op de allergrootste parties. En je sound is super populair. Vertel me eens een beetje hoe een jonge vent dat bewerkt in zijn hoofd. Nou ja, verwerken dat lukt niet. Dat lukt bijna niet. Ja, soms is het wel dat je, of dat ik, dat soms wakker word en dat je denkt, is dit nou echt gebeurd? Weet je wel? Dit is waar ik altijd van heb gedroomd, maar ik had nooit zo voorgesteld dat het zo zou zijn, zeg maar. Om op deze manier mensen blij te maken. En kijk, de mensen die daar zo blij zijn, daar krijg ik weer de energie van. En het gaat heen en weer, tot het, ja. Ik sta ook te schreeuwen achter die draaitafel, omdat ik het zo mooi vind, ja. Ik kan er niks aan doen, ik vind het echt geweldig. Ja, het is vrij snel gegaan. Raak je een beetje gewend aan het toeren? Nou ja, toeren wel. Soms doe ik 5 of 6 shows in een weekend. Dat is wel zwaar, maar... Nou ja, ik heb eigenlijk zo'n soort van Duracell konijntje op mijn rug zitten dat niet opgaat. Het is gewoon de energie die niet opgaat. Nee, het is elke keer als mensen blij kan maken, dan ben ik blij en dan... Maakt niet uit hoeveel ik heb geslapen of niet. En dan... Count je dat door de week? Ja, ik ben wel door de week, slaap ik eigenlijk altijd uit. Zodat ik in het weekend... Ik gebruik geen drugs, zeg maar. Dus ik drink alleen. En dan is het voor mij belangrijk om uit te slapen. En in het weekend gewoon nachten door te kunnen halen. Dus ik word normaal wakker rond 1 uur of 11. En dan ga ik rustig uit gaan produceren of promo's checken. En dan het is elke keer uitslapen, zodat je in het weekend... Gewoon, nachten door kan of niet kan de batterij op te slapen. Ja, ja. Hey, de muziek die je speelt is razend populair. En ik kan wel zeggen dat jij een van de boegbeelden bent, denk ik, van die sound. Vanaf welk moment dacht jij van, nou, dit is wat ik wil doen? Ik heb gestudeerd aan de Herman Brood Academie. En een docent van mij is Tom, VNTM, Phantom. En toen ik daar zeg maar studeerde was... zeg maar Drumcode Festival, heel groot. En een beetje toch wat softere techno op 134, 135 bpm. Maar ik produceerde op Herman Brood, dus eigenlijk deze sound, maar dan 20 bpm lager, zeg maar. Dus ik produceerde mijn eerste grotere plaat, Public Enemies, op een lager bpm. En de docenten zeiden allemaal van, ja, hier, het is te kapot. Het moet schoner, je kicks moeten schoon, je moet hier aan werken, alles moet super clean zijn. En ja, ik had er eigenlijk een soort van scheid aan. En toen was dit ook helemaal niet vet op dat moment. Dit was niet in beeld. Totdat het uiteindelijk harder en harder ging. Maar mijn platen waren toen eigenlijk al uit. En mijn eigen producties die gingen daar eigenlijk in mee. En ik heb nooit geproduceerd om een hype te volgen. Ik heb eigenlijk altijd gedaan, net zoals bij Herman Brood, iedereen produceerde. Een nieuwe Martin Garrix of een nieuwe Future House of dit. Ik deed gewoon wat ik leuk vond. En in het begin was geen publiek voor. En nu wordt het zo groot dat met hetgeen wat ik echt leuk vind, dan kan ik nu dit soort dingen doen. Ja, dus ja, een beetje samen... Eigenlijk op een bepaalde manier heel mooi samengekomen, waardoor ik dit soort dingen nu kan doen. Voelt het alsof je er keihard voor hebt moeten werken, of is het echt zo gewoon geleidelijk gekomen? Nee, ik heb altijd hard gewerkt. Ik heb dit heel graag. Ik speelde vroeger in als gitarist of bassist in bandjes. Uiteindelijk was de zangeres die wilde andere dingen. De bassist was vaak ziek. Nou ja, toen ben ik in een computerprogramma gitaar gaan spelen, bas gaan spelen, drums erin te doen om een eigen band te vormen, zodat je niet meer afhankelijk bent van mensen. En dat is naar house gegaan. En toen steeds harder. En toen ben ik gaan produceren naar techno toe. Dus ik ben eigenlijk sinds 2015 eigenlijk al bezig met een soort van produceren, maar dan met instrumenten. En steeds meer digitaal. Ja, nu maak ik kleuren, zei hij. Ja.
Nou ja, het zijn jouw woorden. Mensen gaan er in ieder geval fantastisch goed op. Het is echt bijzonder om het publiek zo uit zijn dak te zien gaan. Dit was voor mij ook heel bijzonder. Ja, vond ik heel mooi. Even over je muziek. Je brengt je muziek uit. Ligt er wat op de plank? Ik heb heel veel op de plank liggen. Ja. Ik heb mijn eigen platenlabel, dat is Rough Material. En ja, ik breng nu eigenlijk alleen nog maar muziek uit op mijn eigen label. En daarbij komt vanaf Rough Material ook een kledingmerk wat ik nu aan het opzetten ben. Het komt over 2 weken online. Ja, draai eens even om. Je moet hem even lekker laten zitten. Deze shirt is van Rough Material 1. Dat is een EP die nu wel een tijdje uit is. Ja, daar komen de eerste shirts van, wit en zwart. En daarna drop ik zo meteen een nieuwe EP en daar weer, zeg maar. Dus je gaat gewoon bij elke plaat? Bij elke EP wil ik ook weer een soort van collectie uitbrengen. En dan dus zo... Is dat iets wat je gaaf vindt ook, kleding? Ja, als ik geen artiest was geweest, dan had ik heel graag een eigen kledingmerk gewild. Dus nu, toen ik nog op ROC ondernemerschap zat, wilde ik mijn eigen kledingmerk opzetten. Nou ja, en nu kan ik dus mijn eigen kledingmerk opzetten en... En heb je dan een heel mooi platform, denk ik, om dat te doen. Ja, precies. Ik combineer alles wat ik leuk vind. En dat maakt dit eigenlijk onwerkelijk, ja. Vet. En ja, je hebt natuurlijk de afgelopen maanden, jaren al heel veel vette dingen gedaan. Ja. En hebt ongetwijfeld aankomende maanden een gigadruk agenda. Zijn er dingen waar je echt heel erg naar uitkijkt? Ja, eigenlijk een onverwachte wending die ik niet had aan zien komen was Tomorrowland afsluiten. Ja, want dat ga je afsluiten. Ja, en dat had ik echt niet verwacht. Het stond niet op mijn lijstje eigenlijk op een bepaalde manier, maar ineens kwamen we binnen. Ja, gigantisch festival natuurlijk. Ja. Wat gaat er in je om op het moment dat jij dat hoort van je boeken waarschijnlijk? Van hey, Tomorrowland vraagt of je niet alleen wil draaien, maar ook af wil sluiten. Af wil sluiten, ja. Wat, ja, nou dit... Spring je dan een gat in de lucht? Of, nou, het is een soort van, het komt binnen en je wordt gebeld, mijn manager belt me op en zegt, je sluit Tomorrowland af. Ik denk, oh, oké. Nooit over nagedacht. Ja, natuurlijk is dit eigenlijk een van de grootste festivals ter wereld. Ja, dan... Het besef komt denk ik pas op het moment dat je er staat. Wanneer is het? 28 juli sta ik daar, de vrijdag. Ja. Oké. Okay. Nou ja, Dion, ik wens je daarbij heel veel succes. Ik wil je ook heel erg bedanken voor je tijd. Nee, en ja, ik, altijd. Ik vond het geweldig om je te zien spelen. Dankjewel. En om te draaien. En ik heb zo onwijs genoten. Ik vond het heerlijk. Mooi man. Dankjewel. Top.